en 26 mei staan in het teken van het bloedwonder. Vandaag gaan we een kijkje nemen bij de voorbereidingen. Dat geeft een beetje spanning. En op het moment dat dit laatste stukje speelt, ga je in je spel. Zo rond de worst met rode wijn. Ik heb een feest gehad gisteravond. Weet je dat nog? Laat het toch zien. Vragen elkaar wat er aan de hand is. Kom maar weer dichterbij. Kom maar weer dichterbij. Ik vind het wel dichterbij. Volgens mij zijn ze aan het repeteren. Zou het je niet kunnen wassen dan alsnog? Nee, dat staat de kerk dan niet. Mag ik eens vragen? Ja, natuurlijk. Wat zijn jullie hier aan het doen? Wij zijn aan het repeteren voor het bloedspel, dat binnenkort wordt opgevoerd. Het bloedspel? Het bloedspel, dat is een... weet je dat niet? Dat is het bloedspel is een stuk wat ooit geschreven is door de heer Beeks in 1949, omtrent de legende van het bloeddoek. De Liedjes van Aken heeft ooit... Ja, ken ik. Ken je dat verhaal? Ja. Nou, dan zijn wij aan het repeteren. Moet daar snel door trouwens. Ja? Oké. Sorry, ik kan het kort maken. Wij zijn daarmee bezig om dit stuk, gaan we hier op stapelen. Op de 15e mei gaan we dit twee keer opvoeren. Wow. Het wordt echt een waakspel met veel bombari en paren en spektakel en mensen. En prachtig. Nou, heb ik nog een klein vraagje. Ik heb altijd al actrice willen worden. Ja? Zou ik een klein rolletje mogen spelen? Nou, dat mag wel, maar ga je dan zo? Of? De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ja, dat is leuk. Kom maar, ga er maar tussen staan. Dit is het moment, hè? Ja. Kom op. Jongens, dit is Marieke, die gaat meespelen. Hoi. Volk, geluid, actie! Sterk voordat de mannen van Bokstel bijeen zijn, hebben wij, Arn Koppelmans, schepen van Bokstel, opgedragen u de volgende mededeling te doen. Ja, en ik zal er vooraf aan toe willen voegen dat het vrouwenvolk niet van schrik moet huilen en op de schorten bijten. Wees gewaarschuwd. Bewaak uw hoeven en uw erven. Laat de bandhond s'nachts losliggen voor de dorbels van uw deuren. Er wordt vee geroofd in Heult en Hal. Verschillende korenmeiten zijn in brand gestoken. En het is de wens van heer Willem dat Boksel zich met kalmte weert tot die herlaagse wildheid over is. En de vrouwen moeten bidden dat de klok niet luiden zal. Dat was het. Oké, nou, dan weten wij weer wat. Tijdens het wonderlijke weekend hebben we de bloedprocessie, het bloedspel, maar er komen ook ridders overnachten hier in Park Stapelen. Wil je vast een voorproefje? Jullie zijn er weer. Wil je nou ook wonderen beleven? Kom dan op 25 en 26 mei naar Bokstel. Wil je meer informatie? www.bloedprocessieboksel.nl. Ja.